Ik heb allemaal half kleine pakketjes binnengekregen. En ik ga eens kijken wat er allemaal in zit. Sarah is uit school. En, oh, we gaan rijden. Oh, ik moet even in mijn tas kijken. Ik heb wat leuks voor jullie. Een verrassinkje. Kijken, behalve dan dat nu heel statisch is. Daarna hebben wij het nieuws gekregen dat, ja, hoe zeg ik dit? Goedemorgen, het is dinsdag en we gaan weer kijken wat er in mijn schoen zit. Ik heb het nog niet gezien. Een mandala boekje. Wow, dat vind je leuk. Ja. Ik heb net allemaal dingetjes gehaald die ik gisteren niet kon halen met Sarah. Dus ik mocht terug naar de winkels. Echt, altijd als ik denk dat ik klaar ben, ben ik niet klaar. Echt, het gaat helemaal nergens over. En nu naar huis. Sarah die luncht bij Mila, dus dan kan ik echt even lekker een slag maken thuis. Na school weer Sarah naar de afspraak brengen. Dus daarna heb ik geen tijd meer. Dus ik moet echt mijn tijd even benutten. Oh, en ik vind het fris. Het is niet super koud, maar net dat je handen dan wel zo voelen van... ik weet niet hoe leuk ik dit vind. Ik ben weer thuis. En... oh, ik ga gelijk de outfit laten zien. Want dat vergeet ik elke keer. Ik heb deze trui weer aan van Select Femme. En ik ben hier zo blij mee. Deze trui zit zo lekker. Broek, mango en sneaker watches. En ik ga even al die spulletjes opruimen. Want ik moest het niet voor niets zonder Sarah doen. Dus Sarah is nu voorlopig even niet thuis. En thee zetten uiteraard. Deze even ophangen. Ik haat het als dingen overal slingeren in huis. Ik heb allemaal kleine pakketjes binnengekregen. En ik ga eens kijken wat er allemaal in zit. Even kijken. Even de koppen zien te krijgen. Ja, dus ze zitten zo goed weggeplakt. Allemaal van die kleine losse dingetjes. Wat is dit? Oh, dit is een whitening foam. Dit moet je eerst je tanden goed poetsen, schoonspoelen. En dan moet je dit op je tanden sprayen. En dan 1 tot 3 minuten poetsen. En dan weer heel goed uitspoelen. Ach, ik ben benieuwd, die ga ik zeker eens proberen. Dat is dus deze. En dan heb ik... even kijken... deze, oh, dit is wel echt heel erg leuk. Als je haar bijvoorbeeld bovenin zo'n knot draagt, dan wil het soms nog wel plat worden. Dit. Kijk, plastic hier. Die kan je dus erin schuiven. Kijk hoor, maar dat is soort van lukt om het even voor te doen. Maar haar wil eigenlijk nooit zomaar zonder borstel. Dan schuif je er dan in en dan doe je haar zo erover. Even heel snel uit de losbos. En dan heeft hij dus wel een ronde vorm. Dus die ga ik ook binnenkort even uittesten. Alleen, ik ben benieuwd of mij het lukt. Want ik ben zo slecht met haar. Dat is echt, echt verschrikkelijk. Ik kan echt die filmpjes op YouTube kijken van slechter voor vaders. En dan probeer ik het bij Sarah. En dat zijn echt, nou, makkelijker kan je het niet krijgen. Dan kan ik het gewoon nog niet. Dus, that's me. Deze. Oh, dit vind ik echt leuk. Dit.
Dit wilde ik al heel lang. Dit zijn van die tools voor je huid. Dus als je slechte plekjes hebt in je huid. Bijvoorbeeld stel je hebt een pukkel of zo. Dan kan je die zo hiermee uitdrukken. Het is een hele set. Met allemaal tools om iets uit te steken. Kijk, hier kan je ook een puistje of een... Oh, sorry. Een puistje of een dingetje mee inprikken. Zo hebben ze allemaal eigenlijk een puntje. En deze is ook om te scoepen. Ik zit heel erg naast het scherm. Het zijn allemaal verschillende puntjes. Even kijken of ik ze zo naast elkaar kan houden. Even kijken. Deze moet dan andersom. Kijk, dit zijn allemaal die ringetjes. En hier zitten dan heel van die puntjes en haakjes en ook nog van die ene ringetje aan. Om slechte plekjes uit je huid te halen. Dat ga ik ook, dan moet ik zeggen dat de slechte plekken die ik heb nu allemaal wel aan het genezen zijn. Dus ik heb nu even niet heel veel om het uit te testen. Wat heel positief is. En dan maar hopen dat het zo blijft. Dan nog deze. Dit zijn ook die speciale borstels. Daar zit, die zijn helemaal rond gevormd. Kijk, of je dat ziet. En dat, ja, inderdaad, gaat echt heel makkelijk door je haar. Ik heb er twee. Dat is leuk. Eentje voor Sarah, één voor mij. Dat is wel perfect. Sarah vindt dat ook altijd wel leuk. Maar kijk nou, het wordt er echt heel stijl van mijn haar. En statisch. Maar ik word met het weer met alles statisch. Het gaat wel echt heel makkelijk erdoor, moet ik zeggen. Oh, wat zijn, is deze top? Echt, mijn haar klit heel snel. Maar ik heb het gevoel dat ik geen klit ben tegengekomen. Dat is voor Shella natuurlijk helemaal top. Die kan echt... Krijg als een spin voor een koud daar borstel. Oh, dit is echt perfect. Het is echt nog nooit zo makkelijk mijn haar geborsteld. En ik heb echt veel soorten borstels gehad. Deze vind ik echt top. Hier ben ik echt zo blij mee. Deze ga ik denk ik echt elke dag gebruiken. En hij heeft ook van die lagen. Ik denk dat hij daarom zo makkelijk doorgaat. Ja, dit is echt... geweldig, alleen moet niet statisch worden. Ik hoop niet dat dat elke keer is, maar gewoon toevallig nu. Hij vliegt er doorheen. Ik vind hem ook lekker op zijn hoofd uit. Dus, kijken, behalve dan dat nu heel statisch is. Is het echt gelijk helemaal glad en het lijkt net of ik het een soort van snel gesteld heb. Echt, ik vind het wel heel mooi vallen ervan. Ik moet zo de deur uit en ik heb echt een hele boodschaptas vol spullen die ik mee moet nemen. En pakjes voor opa. Ik wil nog steeds heel vaak maaltijden voor opa invriezen. Oh. Ik heb een opa. Maar die moeten naar mijn moeder. Want die zit opa eerder. En mijn vriezer is eigenlijk heel snel voor. Mijn moeder heeft een hele grote vriezer. Veel groter dan voor mij. Ik moet dat ook hebben. Echt een nieuwe keuken. Dus dit gaat allemaal mee. Even mijn laatste spullen pakken. En dan ga ik naar school. Sarah is uit school. En oh, we mogen gaan rijden. Oh, je moet even in mijn tas kijken. Ik heb wat leuks voor jou erin. Een verrassingje. Ik hoop dat je het leuk vindt. Heel benieuwd. Ja. Een nieuwe borstel. Ja, maar je moet hem eens uitproberen. Je hebt nu denk ik zeker naar school wil klitten. Zet je mijn tas even naar beneden. Mag ik proberen? Ja, probeer hem maar. Kijk of je hem fijn vindt. Hij gaat er makkelijk doorheen, hè? Ja. Voel je de klitten? Nee. Nee, ik vond deze ook fijn. Ik heb al vaker anti-klitborstels gehad. En die voelde ik nog, maar ik vond deze zo fijn. Ja, dan moet je wel ook de andere kant van je haar doen. Niet alleen één kant. Want... Ik heb de andere kant de kop aan. Nee, die zat iets minder netjes. En de achterkant, even rondom.
Maar ik vond dat deze ook je haar heel mooi glad maakte. Dus ik vind hem echt top. Ben je er blij mee? Ja. Ja, ik heb er zelf ook een en ik vond hem ook al zo fijn. Ze heb je hem ook in het roze? Ja, we hebben precies dezelfde. Hij is fijn, hè? Kan niet precies hetzelfde zijn, want het is niet helemaal hetzelfde, want het is niet dezelfde. Precies een gelijke. Alles is hetzelfde. Zo'nzelfde soort. Nee, zo'nzelfde, want zo'nzelfde soort is gewoon bijvoorbeeld een anti-klitborstel. Maar ik vind dat deze ook wel hele mooie glans geeft. Ik zie het ook in jouw haar gelijk. Hij is top, hè? Ja. Ja, alsjeblieft. Bedankt. Goedemorgen. Ik heb de vlog gisteren niet meer afgesloten en ik heb vanaf einde van de middag ook niet meer gevlogd. Daarna hebben wij het nieuws gekregen dat... ja, hoe zeg ik dit zonder te veel te zeggen? Sorry, ik ben me ook aan het klaarmaken. Ik ben heel slecht geslapen. Een bekende van ons die is gisteren overleden. En het gaat om een vrij jonge jongen. Ik zal ook uit respect van de familie die niet wil dat er te veel details nog bekend worden. Hier niet te veel nog over zeggen of over uitweiden. En misschien wel helemaal niet. Maar ja, het is gewoon allemaal heel heftig. Ja, gewoon alle gedachten. Wij kenden hem ook en wij staan er veel verder vanaf dan natuurlijk zijn familie en zijn beste vrienden. Maar ja, het is wel iemand die wij alle drie gekend hebben. Marco het meest, maar ook Sarah en ik. En ja, dat heeft gisteren best wel veel even losgemaakt bij ons. En gisteravond hebben we daar gewoon heel veel over zitten praten en zijn we daar gewoon heel erg mee bezig geweest. Dus ik had gewoon absoluut geen zin om te vloggen of ja, het was gewoon een hele rare avond. Dus ik ga nu deze vlog afsluiten en dan een nieuw beginnen en ja, we gaan er het beste van maken vandaag. Maar ja, het is best wel een dingetje, dat is echt te zwak uitgedrukt, maar ja, het houdt ons heel erg bezig, laat ik het daarop houden. Dus bij deze sluit ik deze vlog af en zie ik jullie weer in de vlog van morgen. Doei doei!